Het Centraal Hoofdstembureau CHS stelt vanaf vandaag politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen van 25 mei in de gelegenheid zich te registreren. CHS heeft het aantal mensen dat in de ruimte mag beperkt tot 50 personen per partij als voorzorgmaatregel om de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. De eerste partij die zich heeft geregistreerd is de vooruitstrevende hervormingspartij VHP. De partij is geregistreerd door de secretarissen Ganesh Kumar Kanhai en Stanley Dijksteel. Nadat alle stukken dubbel gecontroleerd waren, heeft de VHP een bewijs ontvangen van de CHS. Voorzitter Eugène Mercus dat zij aan de verkiezingen mogen meedoen. Volgens VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi moet je aan de wettelijke vereisten voldoen, wil jij met de verkiezingen meedoen. En wij hebben verschillende organen in de partij in het leven geroepen om te zorgen dat de partij rechtsgeldig mag deelnemen aan de verkiezing. En daarvoor zijn er procedures in acht genomen. En dat is wat u vandaag gezien is de registratie van de partij. Eerder heeft u gezien op de massameeting dat we ons verkiezingsprogramma gepresenteerd hebben en ons wederopbouwplan. Wat afgelopen zaterdag is gebeurd, jammer dat de pers niet aanwezig kon zijn. Onze achterban kon ook niet aanwezig zijn vanwege het beleid, het protocol rond het coronavirus. Dat we geen bijeenkomsten mochten hebben, maar er was een grote bijeenkomst gepland in het partijcentrum. Waarbij wij als hoofdbestuur de aspirantkandidaten op het niveau van de Nationale Assemblée, de Districtsraad en Resortraad zouden aanbieden aan de verkiezingscommissie die in het leven is geroepen in de partij. CHS-voorzitter Mercus zegt dat de registratieperiode een week in beslag zal nemen. En wel vanaf vandaag tot en met zaterdag 21 maart van 8 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Hij zegt verder dat de CHS de afgelopen weken politieke partijen de gelegenheid heeft geboden een tijd en datum af te stemmen wanneer zij langs wensen te lopen voor de registratie. We hebben tot nu toe 14 politieke organisaties gehad die zich hebben laten registreren vanmiddag of vanmorgen. Het was 12 uur. Is de vooruitstrevende hervormingspartij zich komen inschrijven. Dat is onze eerste politieke organisatie. De zaken die ze moesten inleveren, hebben ze conform ingeleverd. En na bestudering van die zaken, dus je krijgt eerst een ter inzagelegging. Na de terinzagelegging krijgen we natuurlijk een stukje bestudering van de ingeleverde zaken. En na goedvinden krijgen ze dan officieel een document waaruit blijkt dat ze kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Vanmorgen hadden we ook nog een saillant detail. Want morgen, dinsdag 2 uur, zou de PL komen. Die zijn vandaag hier geweest. En ze hebben het verschoven naar donderdag. Dat is een voorbeeld dat kan. Begrijp goed. Die periode van registratie is in principe open van 8 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. De tijd- en dagafspraak hebben we gemaakt dat niet op een kluitje iedereen zich tegelijkertijd aanmeldt. Dus een beetje spreiding. Dus die spreiding wat je net vroeg, is gewoon die 14 zijn gespreid over deze dagen. 16 tot en met zaterdag. Eugène Mercus, voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau CHS. Vanmiddag nadat de eerste politieke partij VHP zich had geregistreerd voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei aanstaande. De registratie wordt gehouden in de KKF-beurshal en wordt zaterdagmiddag om 3 uur afgesloten.